Yo, what up? Het is your boy Demo en het is weer tijd voor een nieuwe auditieronde van Punch Out Battles. Ik sta hier met Colombo, een van de inschrijvingen. Wanneer dacht jij, ik ga mij inschrijven voor Punch Out Battles? Nou, toen het vorige keer helemaal mislukte, man. Dus ik ben hier gewoon voor een redemption, een beetje mijn flow rechtzetten. En klaar gewoon een beetje killen, man. Ik moet gewoon dit keer mijn best doen. Wat ging er vorige keer fout? Wat je dit keer dus goed gaat doen of anders gaat doen? Nou, vorige keer zei ik mijn tekst helemaal niet, vergat ik hem en ging ik freestyle. En dit keer wil ik gewoon mijn eigen ding doen en gewoon mijn tekst onthouden. En meer statements maken in plaats van onzin. Okay. Dus dat, ja. Dus dat. Waarom verdient Colombo een plek in de Punch Out Battles League? Gewoon omdat ik hongerig ben en ik ben bloeddorstig voor succes. Daarom. En dat is wie ik ben. Jouw tegenstander vandaag, dat is Jimmy. Wat kunnen we verwachten van deze battle? Nou, we kunnen verwachten dat ik in ieder geval genoeg vuur ga brengen. En ik hoop dat Jimmy goede prestaties levert. En dat het beste mag winnen, man. Gewoon dat. We gaan nu even doen alsof, je vorige audities en zo nooit gebeurd. Dit is gewoon de eerste keer bij Punch Out. Al die mensen die zien jou. Hoe zou jij jezelf, Colombo, de battelaar, hoe zou je jezelf omschrijven? Kort, krachtig en furieus. Furieus? Furieus, ja. En waarom furieus? Je gaat onder de gordel. Fireman. Ik heet Fireman en ik ga gewoon vuur brengen. Dus noem me gewoon de Fireman, weet je. Zo simpel is het, ja, man. Dus Colombo gaat vandaag vuur brengen. Colombo gaat vandaag vuur brengen, man. Zo simpel is het, ja. Nou, ik wens je heel veel succes, Colombo. En wellicht tot in de Punch Out League, man. Ja, ik ben Demo, dit is Colombo, man. Ik ben met Roland en is het koud daarboven? Is het koud daar beneden, vriend? Ja, Roland, dus je hebt je ingeschreven voor de Punch Out Battles auditiesronde. Waarom? Ja, waarom niet? Ik heb nog niks gedaan met battle of rap of zo. Maar ik ben goed met taal en ik ga laten zien dat, het gewoon, dat ik ga meerderen zonder dat je ervaring hebt. Kan wel. Het wordt eigenlijk jouw allereerste rap, hip-hop ding. Allereerste iets. Ik volg het al een tijd, maar ja, ik heb nooit iets gedaan, maar ik heb er zin in. Okay. Wat voor soort battelaar ga je zelf dan? Hoe zie je jezelf? Ja, ik ben gewoon goed met taal en ik ben echt geen wannabe gangster. Ik ga niet stoer doen met gangster shit. Geen gun bars en zo. Ik ben geen gangster. Ik zie er niet uit als een gangster en ik ga gewoon mooie bars schrijven. Gewoon goede bars, zit goed in elkaar. Heb je al wat rebuttals bedacht voor als mensen met lange jokes komen? Nou, dat Hightower dingen. Dat komt wel, dat komt wel. Je hebt dadelijk een tegenstander, wat verwacht je van hem? Veel onverstaanbare shit. Hij is Belg, dus ik denk dat niemand hem snapt. Dus dat verwacht ik eigenlijk, dat niemand snapt wat hij zegt. Dus je hebt de winst eigenlijk al in de pak. Ja, mak het. Easy. Easy. Stel dat jij dadelijk dan ook echt uiteindelijk in die league terechtkomt. Is er al iemand waarvan je denkt, tegen jou wil ik me heel graag bewijzen? Het maakt mij niet zo uit tegen wie ik kom. Ik vind sowieso, heb ik veel respect voor de oude garde. Weet je, ik vind de oude boys vind ik wel heel vet. Dus Terry vind ik wel, zou ik wel, ik weet niet of ik daar tegen durf. Want die is wel goed, maar lijkt me heel vet. Dus dat. Roland, jij gaat dus eigenlijk de woordkunst terugbrengen naar Punch Out Battles. Precies, juist. Jij snapt het. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Ik ga jou heel veel succes wensen. Thanks. En wellicht tot in de league, man. Tegen Terry of zo. Terry, let's go. Bang.